It's number one. Drie vlieten is ontstaan bij de tweesplitsing van de dienst. Hier splitsen de vlieten elkaar, de Haagse Vliet, de Delftse Vliet en de Vliet naar Leiden. Hierdoor heet Drievliet dus ook Drievliet. In 1950 was er een theehuisje met een speeltuin. Dat was de eerste stap naar het huidige Drievliet. De speeltuin werd alsmaar groter en groter. Er kwamen alsmaar meer attracties, voornamelijk oude kermisattracties. De oude kermisattracties werden later vervangen voor grote pretparkattracties. En Drievliet is de dag van vandaag een voorwaardelijk pretpark. Misschien niet. En nog hier! Waar is het voor? Hoop ik niet zo nat hoor, dat is ijskoud! Ah! Wow, shit, nattigheid! Kiekeboe! En ben je nat of niet? De reddingsbrigade, een leuke glijbaan hier in Drievliet. Die van Walen natuurlijk, van Storsen is natuurlijk gebouwd, die staat er eentje in Zuid-Korea. En deze is de Epsilon van de Laan, die staat hier in Drievliet en is omgebouwd op draaikolk. Nou, ik vind het op zich een schitterend molentje geworden, alleen de snelheid zit er niet in. We kunnen ze even een stukje mee laten genieten van de onride. Aan deze molen is dat hij dus geen dubbele sluiting heeft zoals op de kermis. Kijk, voilà. Is gewoon een normale sluiting. En verder kan deze nog als apart ding natuurlijk twee kanten opdraaien. Wat de originele breakdancers dus natuurlijk niet kunnen. Maar het bevalt me wel zo rustig. Het is natuurlijk wel een typisch pretpark om niet hard te draaien. Er is weinig pretparkmolens die goed voluit draaien. Leuke verhuurtjes. Erg grappig vind ik ze. Ik vind het hele onder water gebeuren vind ik wel mooi. Dit is een KMG 24 Sits Afterburner. Ik heb het nog nooit gezien in een pretpark. Ik wist ook niet dat ze maar pretpark leverden. Maar Drievliet heeft schijnbaar de enigste. Het staat ook op het naamplaatje dat hij geleverd is aan Drievliet, eerste eigenaar.
dat ding. Je gaat, mooi op en neer. Lekker zonnetje op elkaar. Een van de beste Efteling-tunnels die ik gedaan heb. Ja, chaos dan een keer bij Rieger. Maar op de kermis rijden ze allemaal niet zo. Hier draait hij best stevig door. Mr. Twister X is een ontworpen achtbaan van Maurer en Sonne. Is een custom baantje. Je draait dus rond. En, nou ja, het is een heel kort baantje. Het is eigenlijk meer voor de kinderen, maar het is best geinig om te doen. Zeker als je die spinroute te pakken hebt, ga je hard in rond. Pie! Hey. Ik draai! Kijk, vind je het ook leuk? Het wordt al misselijk. Dat vind ik dan weer leuk. Nou ja, en dan gaan we dan twee rondjes dat doen, hè? Draai, great! Nou, de lancering. Ja. En daar komt hij. Nou, dan worden ze opgetrokken. En daar gaan we. De eerste looping. Nou, hij rijdt lekker. Heerlijk ding om te doen. Lekker soepel. De tweede inline twist. Ja, hoe ze hem noemen willen. Ik weet het eigenlijk niet in het pretparkland. Het gaat over de boel. Laatste bochtje, half over de kop. Dus 2,5 keer over de kop. En dan gaan we de rem in. Heerlijk soepel baantje hier in de Rivliet. Thank you.
monorail van Drievliet, een van de oudste attracties van het park. In 1968 is deze al gebouwd. Nattigheid. Nou, het is letterlijk min 2 graden en we gaan de Wilde Waterbaan in, wat ik er allemaal niet over heb voor een video. Het is gewoon een repensopbaantje trouwens, zoals we die vaak op de kermis zien. Maar hij staat hier al een aantal jaren in het park, dus daar gaan we. Ik hoop eerlijk gezegd niet dat ik al te nat word, maar ja. Koud. Dat doe je dan voor je lol, hè? Dat is een hobby. Nou, op naar grotere hoogtes. Naar de grote val. Hopelijk is hij wat minder nat dan de kleine. Nou. Koud. Ik doe hem ook maar één keer vandaag hoor. Alleen voor die video. Alleen hiervoor moet je die video al liken. Oeh, hij is over kort opgesteld, zie je dat? Hey schatje! Je ziet dat er maar één pomp op zit. Komt het water rond. Door de kleine val, onder de liftdeel wordt gestuurd naar de grote val. En zo draait er nog een rondje. En uiteindelijk komt het onder de tweede liftdeel uit het water in. De lachgrot. Ik lach me kapot. Kijk mijn schoenen. Kijk, ik kom niet meer bij. Ik kom niet meer bij. Nou, we hebben wel genoeg gelachen, zie je niet? Star staat al jarenlang hier in het park. Nou, het blijven gewoon schitterende ritjes dit. Het is jammer dat deze op de kermis uitgereisd zijn, omdat er zoveel kraanwerk aan zit. Want alle armen moeten gekraand worden. Maar het zijn gewoon turbo dingen om te doen. Jingle Show. Oh, spannend. Is het hier niet gevaarlijk? Mevrouw, het is hier erg leuk.
maar niet voor zo'n capsulis dame als u. Ga maar haartjes hakken op het Rijswijkse plein. Zonder wilde muis. Hoppa, daar kopen wij. Nou, heerlijke bochtjes altijd. Oh, ontzettend ruw. Maar ja, het is een populaire achtbaan. Maar persoonlijk hou ik er toch niet zo van. Ik liever dat ze overdenkt zijn in plaats van dit. Ah, doet gewoon een zeer, joh. Maar ja, dit is de oudste wilde muisachtbaan van Nederland. Nog een bochtje. Yay! Lach eens, schat. Ik ga van die kant naar die kant. Maar ja, wel leuk. Op de Dynamite Express. Nou, je mag dus niet blijven zitten, omdat het zo rustig is. Dus je moet compleet omlopen om nog een keertje te gaan. Beetje flauw. Maar goed, dan doen we dat toch. Ja, dan heb je ongelopen en dan zit je nog 10 minuten te wachten. Kunnen ze steeds goed zeggen, blijf maar zitten en blijf gewoon 10 minuten wachten.